Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. In de groot deel van het land begint de dag zonnig, alleen in het noorden zijn er enkele wolkenvelden, maar er valt geen regen uit, dus overal droog naar het werk vandaag of naar school. In de loop van de ochtend verwacht ik wel dat er stapelwolken gaan ontstaan en dan komt er op steeds meer plaatsen meer bewolking. En vooral vanmiddag kan het af en toe zelfs flink bewolkt zijn, en dan kan er plaatselijk ook een bui vallen. En zoals je op de kaart ziet, vooral het oosten maakt daar kans op. Temperaturen 21 tot 23 graden. En er waait een stevige wind vanmiddag 3 tot 4 door wat er soms 6 bovenop. Dus als je op de fiets gaat richting het westen, dan wordt het even trappen. Vanavond nog een laatste buitje, maar verder geregeld zon. En als we dan naar morgen kijken, dan valt er ook amper een bui. Heel misschien in het zuidoosten, maar verder gewoon droog weer. En van tijd tot tijd zon, 19 tot 23 graden. En de liefhebbers van warm weer die moeten wachten op de tweede helft van de week, want vanaf woensdag wordt het geleidelijk warmer. Woensdag in Limburg al 25 graden en donderdag op uitgebreide schaal 25 en dan in Limburg 27 graden. En ook vrijdag zomerse temperaturen, maar de kans op buien neemt dan wel toe, mogelijk met een klap onweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.